Nou, dan start ik bij deze mijn presentatie. Nogmaals van harte welkom. We gaan het hebben over de vraag wat staat op het spel in het EU-begrotingsdebat. Ik ben dus Sarah en ik werk op dit onderwerp bij het Sustainable Finance Lab. Zo, dan moet hij even naar de volgende. Dat doen we zo. Yes. Nou, wij hebben het eigenlijk over vandaag. Het gaat over economisch bestuur in de EU. Want het begrotingsbeleid maakt daar onderdeel van uit. En het economisch bestuur in de EU is eigenlijk het geheel van procedures om de economische doelen van de EU te realiseren. En wat zijn die doelen? Dat is nog altijd wel interessant, vind ik, om die erop na te slaan. Want soms lijken we zo te praten over begrotingstekorten en staatsschulden, dat we misschien die achterliggende doelen vergeten, die die regels eigenlijk beogen te bereiken. En dat zijn bijvoorbeeld evenwichtige economische groei, volledige werkgelegenheid, wat ik zelf nogal opvallende gezien de hoge werkloosheidscijfers in het zuiden. Maar ook bijvoorbeeld het bevorderen van economische solidariteit tussen landen. En daarnaast economische en monetaire unie uitbouwen. Dus dat zijn, dit is even een reeks uit een grote hoeveelheid doelen, maar deze vond ik zelf het meest interessant. En wat is nou het idee? Het gaat er vooral om coördinatie van het economisch bestuur ten behoeve van economische en sociale vooruitgang in de EU te bevorderen en daarmee het welzijn van haar burgers. Dus economische en sociale vooruitgang in de EU is het doel van dat economisch bestuur waar die begrotingsregels of het begrotingsbeleid onderdeel van uitmaakt. Nou, het heeft om handen onder andere convergentie tussen de landen en gezonde overheidsfinanciën voor alle landen. Daartoe zijn die regels bedacht. En sinds de eurocrisis zijn die ook flink uitgebreid. Dus er was al coördinatie natuurlijk, maar sinds de eurocrisis kennen we ook bijvoorbeeld de eurogroep. Er zijn allerlei aanpassingen geweest van de huidige regels. En er wordt ook gewoon veel meer gepraat onderling tussen de landen over hun begrotingsbeleid. Dat is op zich een goede zaak. Ik denk alleen wel dat er discussie nodig is over de regels die op dit moment gelden. Sarah? Ja? Je microfoon zit een beetje door je trui te schuren, geloof ik. Oh. Ik probeer het even. Ja, dat is beter. Zit het beter zo? Okay, ja, helemaal goed. Perfect, dankjewel. Nou, de begrotingsafspraken in de EU zoals ze er nu zijn. We kennen denk ik het Stabiliteits- en Groeipact. Misschien is dat ook nieuw voor jullie. Dat is in elk geval uit 1997. En daarin staan onder andere regels over het maximale begrotingstekort dat je als land mag hebben. Namelijk 3% van je bbp. En de maximale omvang van de staatsschuld. Maximaal 60% van het bbp. En die komen weer uit het verdrag van Maastricht uit 92. En deze regels zijn natuurlijk heel bepalend voor de begrotingsruimte van landen. Want ze moeten eigenlijk gewoon altijd streven naar maximaal dat. En als je eronder zit, is dat natuurlijk ook prima. Maar als je er overheen zit, dan moet je eigenlijk op de rem gaan staan. Nou, toen kwam de eurocrisis. Wat is er vervolgens gebeurd? Er is een heel regelnetwerk opgetuigd. Sinds 2011 kennen we het Europese semester. En daarbij leveren landen begrotingen in bij de Europese Commissie. Die kijkt daarnaar en die geeft ook aanbevelingen. Dus Nederland krijgt ook altijd aanbevelingen. Eentje die bekend is bij ons is bijvoorbeeld: doe iets aan je hoge hypotheekschuldenlast. Andere landen krijgen bijvoorbeeld iets over pensioenleeftijd. Moet je daar niet iets aan doen, want je pensioenstelsel is niet houdbaar. Dus het zijn soms meer kleine technische aanbevelingen. Soms zijn ze ook groot in de zin dat ze voer voor politici en voor democratisch debat zijn. En dat is denk ik ook heel goed. Alleen dat wordt op dit moment denk ik nog te weinig gevoerd. Er is nog een begrotingspact bovenop gekomen voor de eurolanden. Met een verdere aanscherping van die regels. Bijvoorbeeld hoe snel je je schuld af moet bouwen. En wat ik daarnet dus al zei, in de eurocrisis zijn die regels getest, maar ook uitgebreid. Er is meer overleg, er is meer coördinatie. Dat is op zich een goede zaak. Ik denk wel dat we hebben kunnen zien dat blind varen op die regels ertoe leidt dat landen eigenlijk verder in de verdoemenis worden geholpen. Dat hebben we ook gezien met Griekenland bijvoorbeeld, waar eigenlijk rapport na rapport na afloop zei, dus veel te hard bezuinigd, de economische groei of het economisch herstel is in de knop gebroken. Doordat er zo ontzettend veel bezuinigd moest worden op economische uitgaven, maar ook sociale zekerheid. Dus ik hoop dat we daar lessen van kunnen trekken. Want waar staan we nu namelijk? Op dit moment is er nog heel veel divergentie in de EU. Dus hier zie je bijvoorbeeld investeringen. Nou, in het noorden gaat het eigenlijk stabiel goed sinds ook de invoering van de euro. Twee decennia oké. Okay. In het zuiden is het echt wel flink gedaald. Met name ook als gevolg van de eurocrisis zoals je nu ziet. Dus dat betekent ook dat de uitgangspositie
van die landen in het zuiden nu veel minder goed is om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Maar ook om te investeren in de duurzame energietransitie. Dus het hele idee van het begrotingsbeleid was, we gaan de landen dichter bij elkaar brengen. Maar wat je gezien hebt, is dat eigenlijk het zuiden minder investeringen heeft gepleegd. En er over het algemeen ook minder goed voor staat. Hè? Ook als je kijkt naar inderdaad de werkloosheid of wat mensen überhaupt verdienen daar. Dat moet en kan nog veel, veel beter. Nou, gelukkig is de Europese Commissie aan het kijken naar hoe het beter kan ten aanzien van het economische bestuur. En in 2020, zo'n 10 jaar na de eurocrisis, zijn ze een review gestart. Dus ze gaan schrijven over hoe moet het nou beter met die begrotingsregels in de toekomst. En ze nodigen ook iedereen uit om daarover mee te praten. Dus dat debat gaat nu los. Het staat nu eventjes stil, want ze zijn dit voor de crisis gestart. Toen kwam de coronacrisis en op dit moment gaan ze er straks weer mee aan de slag. Doelen van deze review zijn het verbeteren van de stabiliteit, van de coördinatie tussen de landen en om ook convergentie tussen de landen te bespoedigen. En ik zag dat Eurocommissaris Gentiloni er iets heel interessants over zei. Die zei namelijk, there is a pressing need to support growth and in particular to mobilize the immense investments required to tackle climate change. We need more anti-cyclical fiscal policies. Dus dat wil zeggen, als het economisch slecht gaat, dat je juist investeert en andersom. Dus ook dak repareren als de zon schijnt. Given the increasing constraints faced by the ECB. Nou, daar hadden we het al net al over. Dat eigenlijk ECB al heel veel heeft gedaan om de economie te stutten. En ja, nu een beetje buiten de middelen is, omdat de rente zo laag is. Coronacrisis, wat is er toen gebeurd? Eigenlijk een heel bijzonder moment in de geschiedenis van die begrotingsregels. Want de ontsnappingsclausule, zoals die zo mooi heet, is geactiveerd. En die mag je activeren onder hele uitzonderlijke omstandigheden. En dat is deze pandemie natuurlijk. Dus die regels van 63% en alles wat daarbij komt kijken, die zijn buiten werking geplaatst. Zodat alle landen gewoon de maatregelen konden nemen die ze moesten nemen om hun economie te redden. In principe treden ze weer in werking in 2023. Maar de vraag is, gaan we dan terug naar de oude regels? Of gaan we inderdaad praten over nieuwe regels en hoe zien die er dan uit? Ondertussen is er ook een tijdelijk noodfonds opgetuigd van 750 miljard. Landen kunnen aanvragen daar indienen. Nederland heeft dat volgens mij als enige nog niet gedaan, maar dat heeft er ook mee te maken dat we nog geen regering hebben. En landen kunnen daar geld krijgen of lenen. Ze moeten wel bepaalde hervormingen doorvoeren. En die hervormingen uit dat fonds zijn met name gebaseerd op duurzaamheid en op digitale economie. Dus die zien er echt wel anders uit dan de hervormingen die we gezien hebben in de eurocrisis. Nou, waarom is dit allemaal relevant? Omdat er nu heel veel geld wordt uitgegeven en de kans dat er straks bezuinigd zal moeten gaan worden, of dat landen dat gaan roepen, of dat de commissie dat misschien vindt, is natuurlijk gewoon heel groot. Nou, altijd even goed om te checken wat Klaas Knot vindt, bijvoorbeeld van zo'n EU-fonds. Hij heeft laatst een lezing gegeven en daarin zei hij, we need a fiscal framework, dus een begrotingsraamwerk, that would improve coordination of national fiscal policies within the economic and monetary union. Nou, het is heel logisch, denk ik, dat een centraal bankier dit zegt. Want het hele idee natuurlijk is, dat was ook het idee van de euro, dat we een monetaire, maar ook een politieke begrotingsunie hebben. Omdat die twee met elkaar interacteren. En hij zegt dan, the next generation EU fund is a big step in the right direction. Want het geeft landen meer gelegenheid om met lage rentestanden te investeren in een economie. It expands fiscal space across the union during a downturn and thereby allows the euro area fiscal stance to remain well aligned to monetary policy. En over het SGP zegt hij, it should be sufficiently flexible to allow for sizable and sustained expansionary fiscal policy. Dus dat is verruimend beleid, investeren in je economie. Dus het is ook heel interessant, denk ik, dat een centraal bankier dit zegt. Hè, van, nou ja, dat SGP kent restricties. Soms zijn die nodig als het gaat om je overheidsfinanciën op lange termijn. Maar zeker ook in tijden van crisis, als er anticyclisch beleid nodig is, dan moeten die investeringen wel gedaan worden. En niet te beperkend zijn voor landen om die investeringen te doen. Dit is in ieder geval hoe ik dit lees. En ik denk dat het echt een stap in de goede richting is dat iemand als Klaas Knot dit zegt. Nou, dus coördinatie monetair en begrotingsbeleid. Wat doet bijvoorbeeld verruimend monetair beleid? Ze hebben natuurlijk al die opkoopprogramma's gehad waar Jasper het over had, alle afkortingen. En we hebben de lage rentestand en het gevolg daarvan is dat het heel, heel goedkoop is voor landen nu om te lenen en om te investeren. En normaal gesproken zou dan het begrotingstekort natuurlijk oplopen en de rente. Maar op dit moment houdt de ECB de rente gewoon nog laag. Dus dat is gunstig voor landen.
En het goede is natuurlijk ook andersom voor de centrale banken. Als je nu veel investeert in je economie, dan jaag je de economie aan. Hè? Dan komt er ook weer inflatie, omdat de lonen stijgen. En dat dwingt de centrale bank wat minder om alles uit de kast te halen om de economie te redden. Want dat is eigenlijk helemaal niet, zoals Jasper ook zei, waartoe de centrale bank op aard is, zeg maar. Nou, wat is nu in dit hele debat, het begrotingsbeleid, ook in relatie tot monetair beleid, toekomst van de EU, wat is de positie van Nederland? Nou, Nederland staat bekend als leider van de frekkige vier. Dat is naast Nederland ook Oostenrijk, Zweden en Denemarken. En frekkig wil zoveel zeggen als terughoudend. Dus heel erg gericht op begrotingsdiscipline, op strenge regels en die ook uitvoeren en naleven en handhaven. Dus ook sancties als dat nodig is. En dat is natuurlijk een typisch noordelijke instelling zoals die bekend is komen te staan ten opzichte van het zuiden. En het zuiden zegt natuurlijk, het oosten overigens ook in Europa, we hebben juist meer ruimte nodig om investeringen te doen. We hebben ander type economieën, we lopen achter op jullie, dus we willen juist meer flexibiliteit. In de eurocrisis is dat niet gebeurd. Nu met de coronacrisis, omdat de regels tussen haken staan, wel. De vraag is natuurlijk, hoe gaat het er in de toekomst aan toe? Nou, Nederland heeft eigenlijk een soort aftrap gedaan afgelopen week met een statement. En daarin zeggen ze het volgende. Whereas we do not consider the fiscal rules as an obstacle to efficient fiscal policy. Dus de regels nu zijn niet echt een belemmering voor goed begrotingsbeleid. We are open to a debate. Dus we willen er best over praten, ook over het Stabiliteits- en Groeipact. Maar ze zeggen ook, while sticking to a rules-based fiscal framework, dus het gaat heel erg om die regels en die strikt naleven, improvement should be made. En dan zeggen ze, nou bijvoorbeeld het simplificeren van de regels, het transparant maken van. Dat is best wel klein bier, het is belangrijk, denk ik ook. Maar zuidelijke landen mikken op veel meer. Dus dat gaat echt nog wel een robbertje vechten worden. En kijk, zo'n statement als dit, eigenlijk staat er niet zo heel veel, maar het wordt heel verschillend geïnterpreteerd. Dat zei ik net ook al even. Dus het AD zegt, Nederland wil praten over aanpassen begrotingsregels EU. Nou, dat kun je als iets positiefs zien, maar sommige mensen er ook van schrikken van, oh jee, betekent dat de zuidelijke landen alle remmen losgooien en alle clichés die natuurlijk heersen over ja, de luie Grieken en de Italianen die maar niet willen werken en vroeg met pensioen willen gaan, gaat dat straks weer erger worden. Dat is toch een beetje ja, hoe er vaak gedacht wordt over het zuiden. Als je kijkt overigens naar de cijfers, is dat natuurlijk helemaal niet waar. Dus het gaat hier ook heel erg over ja, culturele misvattingen, denk ik. Politico, dat is een Brussels nieuwsmedium, zei hopes of EU fiscal reform on the rocks after pushback from eight capitals. Dus die zijn hier van geschrokken, of in elk geval die wakker een beetje politieke vuurtje aan tussen Noord en Zuid, door te zeggen, eigenlijk zegt het Noorden nu, we gaan helemaal niks veranderen, vergeet het maar met je meer flexibiliteit en meer begrotingsruimte. Nou, wat zijn nu de opties die op tafel liggen? Sowieso het beter coördineren van begrotingsbeleid en monetair beleid. Maar als je gewoon wat specifieker kijkt naar bijvoorbeeld dat Stabiliteits- en Groeipact, dan wordt er veel gesproken over, nou, moeten ze meer flexibel of bijvoorbeeld landenspecifiek. Dus 60% en 3% geldt voor alle landen. Is dat wel zo verstandig? Ja, daar zou je eigenlijk specifieke normen per land voor kunnen hanteren. Daar zijn voorstanders van. Dat is onderwerp van discussie. Anderen zeggen juist, nee, het moet veel strenger. En die regels hebben niet gewerkt omdat ze niet goed zijn nageleefd. Dus er moet meer controle komen en juist niet meer flexibiliteit. Een andere optie waar ook al nu over gesproken wordt, is het permanent maken van het tijdelijke fonds. Dus dat je eigenlijk zegt, van, nou, we houden geld beschikbaar voor landen uit het zuiden om investeringen te doen in een economie die ervoor zorgt dat er dus meer convergentie is in de EU, zodat hun economieën ook veerkrachtiger worden en zodat je dus niet meer in een crisis verder uit elkaar groeit. Dat wordt denk ik ook nog een complexe discussie, omdat er wel allerlei stappen voor nodig zijn en dat betekent mogelijk ook meer het delen van schulden of het garant staan voor het geld wat in zo'n fonds zit. Dat betekent eigenlijk ook een soort permanente transfers van Noord naar Zuid. De vraag is of dat erg is, want ja, ik denk altijd, het is ook van belang van de landen in het noorden dat het in het zuiden en in het oosten goed gaat. We zijn zo sterk met elkaar verbonden. We hebben ook gezien in de crisis dat als één iemand omvalt, de rest ook gewoon de consequenties daarvan ervaart. Bovendien profiteert het Noorden natuurlijk ontzettend van de euro. Nou, er is een ander voorstel, dat is de groen-gouden regel. Die wil zeggen, als je investeert in groen,
gewoon duurzame investeringen pleegt, dan telt dat niet mee voor je begrotingstekort. Dat is denk ik een hele interessante regel. Het zou best kunnen dat die als compromis ook uit die onderhandelingen gaat rollen. Een belangrijke denktank, Breugel, heeft hier vorige week ook iets over gepubliceerd. Nou, dan zijn er nog andere vraagstukken, zoals wat is überhaupt het doel van begrotingsbeleid? Moeten we niet veel meer toe naar het benutten van je maximale capaciteit in je economie? Dus gewoon blijven investeren tot je volledige werkgelegenheid bereikt. Dat zou volgens de huidige regels niet echt kunnen. Dat is één optie die een progressieve Duitse denktank op tafel heeft gelegd. Je zou ook nog na kunnen denken natuurlijk over een begrotingscapaciteit voor de EU. Dus dat wil zeggen dat je Europees geld ophaalt en in een pot stopt en dat ook weer uit kan geven. Maar dat is natuurlijk heel controversieel politiek. Dus op dit moment hebben we dat niet. Ik denk dat we daar ook niet zo heel snel zullen komen. Hoewel zo'n tijdelijk fonds natuurlijk wel weer permanent zou kunnen worden. En dat zou ook een interessante ontwikkeling zijn.